Mijn naam is Adrie Meijer. Ik ben eigenlijk beter bekend als opa Appelpop in Tiel. Ik ben pakweg 30 jaar geleden naar Tiel gekomen. Heb Café De Stoof gekocht. Altijd bands in de zaak gehad. En ik ben nog steeds heel erg verbonden met muziek. Vandaag in Zomervisite hebben we een Tielenaar met een Twents accent. We zitten hier heerlijk aan de bar en naast mij zit Adrie Meijer, opa Appelpop. Welkom Adrie. Jouw wortels liggen in Hengelo. Wat heeft jou ooit deze kant op gebracht? Mijn werk. Je werk? Ja, toen ik 20 werd, ben ik vertegenwoordiger geworden bij een bedrijf in weegschalen, slagerijmachines en snijmachines. Allerlei toestanden. En daar werd ik vertegenwoordiger voor. En als jongste vertegenwoordiger kreeg ik een rayon in de omgeving Utrecht. En vandaar dat ik een kosthuis moest hebben. Dat heb ik gevonden in Culemborg. In de tussentijd ben ik getrouwd met Annemarie. Al bijna 50 jaar. Oh, heel lang, ja. En zodoende zijn wij in Culemborg terechtgekomen. Ik ben op een gegeven moment bij dat bedrijf weggegaan omdat er te veel Amerikaanse invloeden in kwamen. En toen kreeg ik via de sporthal in Culemborg, waar wij als vrijwilligers de kantine draaiden, kreeg ik de kans om de Franse school over te nemen. De Franse school? En dat heb ik 2 jaar gedaan. En toen zat je dus al echt in die horeca? Dan zit je echt in de horeca. Ja, 2 jaar de Franse school gedaan? Toen moest ik daaruit, omdat wij te veel commerciële dingen deden. En dat was niet gewenst? En dat was eigenlijk niet gewenst, want Franse school, dat was eigenlijk iets chiques. Ja, cultuur. En dat moest speciaal cultuur zijn. Ik kreeg toen de kans om Café De Stoof hier in Tiel te kopen. En dat heb ik toen gedaan. En met heel veel plezier 10 jaar gedaan. 10 jaar De Stoof. Ja. En toen ontstond er iets rondom zo'n Corso-tijd. De Corso kwam weer. Ja, Kees Pies die kwam bij mij het café binnen. En die wist dat ik altijd bands had spelen. En die was gevraagd om tijdens het Corso iets voor de jeugd te doen. Had van Kok van Herk een podiumwagen aangeboden gekregen. Maar ja, wat moet een visboer met een podiumwagen? Er is geen paling die danst. Dus. Hij zei Adrie. Adrie, weet jij iets? Kun jij iets? Nou, dus hebben wij vanaf mei, eind mei 92, het eerste Appelpop op de kaart gezet. Naam verzonnen, het logo verzonnen, bandjes geregeld. We hadden bijvoorbeeld een Urf, Rund en Rukvet, nummer 7 was dat toen, geloof ik. En die speelde onder de Stoofnaam, dus de Stoofband, onder de naam van het café van Jeroen van der Borg. Hoe heette dat ook alweer? Ja, allemaal lokale bandjes. Allemaal lokale bandjes die onder verschillende namen speelden. Arie deed dat ook bijvoorbeeld. Ja. En dan hebben we het over 1992. 1992, ja. En dan ga ik een enorme grote stap maken, want Appelpop is niet meer die podiumwagen. Nee, dat is een klein beetje gegroeid. Dat is ontzettend groot geworden. Wat is de kracht? Wat is het geheim? Wat is de gouden formule? De gouden formule is gewoon geweest dat wij gelijk, we zouden Appelpop 1 jaar doen. De gouden formule is geweest dat wij gelijk in 1993 daar met 5 man een stichting van gemaakt hebben. Die eigenlijk gebaseerd was op het feit van en gratis. En als je een dubbeltje hebt, mag je maar 9 cent uitgeven. En die gouden formule werkt nog steeds. Want het verhaal Appelpop is gewoon zo dat voordat wij beginnen, voordat Appelpop start, alles betaald is. Ja, maar je hebt het nu niet meer over kleine lokale bandjes, hè? Nee, maar die zijn er ook. Die zijn er ook, daar hebben we het derde podium voor.
Ja, dat klopt. En dat is wel heel erg leuk, dat dat altijd is gebleven natuurlijk. Ja, ik vind ook dat dat moet blijven. Dat is, wij noemen dat momenteel het McDonald's podium. Wordt ook gesponsord door McDonald's Tiel. Gelukkig. En zo hebben wij enorm veel sponsors die een podium doen. Het tweede podium, dat is eigenlijk het grootste podium, is geadopteerd door Cotan. En Han Cotan die is daar zo blij mee. Dat heeft hij gewoon voor 3 jaar genomen. Ja, ja, ja. En dan hebben we dat enorme podium. En het grote podium in de grote tent, dat is eigenlijk nog nooit eigenlijk aan iemand verkocht, om het zo maar te noemen. Maar heeft natuurlijk wel een enorme uitstraling. Absoluut. Het is natuurlijk een enorme eer zelfs om daar te mogen spelen, te mogen staan. Ik weet dat heel veel mensen in Nederland hun uiterste best doen om op Appelpop te spelen. En je hebt ze eigenlijk allemaal al gehad, van de Koldeniering tot normaal. Van Hans Dulver tot en met zijn dochter Madness, ja. Bush. Ja. De Horsbos. Ja, het is enorm. Of de Boshorst, weet ik veel. Maar er is dus gewoon qua uitstraling, het hele festival is gebaseerd op gezelligheid. Wat is jouw rol nog in deze organisatie? Ik ben voor de hele organisatie in feite Opa Appelpop. Ja. En die naam die wil ik ook wel verklaren. Ja, hoe komt dat? Een half jaar voordat Appelpop 92 begon, kreeg ik een kleinzoon. Dat is Tommy, momenteel vader van een tweeling. Tommy is ook geen kleintje meer. Dus ook geen kleintje meer, hij weet hoe alles werkt. Het leuke is eigenlijk dat hij in Afghanistan is geweest en toen hij terugkwam was zijn vriendin in verwachting. Dus zeiden wij allemaal van uitdadig leren schieten. Ja, dat is goed gelukt. En dat is hartstikke goed gelukt, want het is de mooiste tweeling die je je voor kunt stellen. Ja, je bent stapelgek op die kinderen. Ja. Ja, je hebt ze zelfs vereeuwigd, hè? Op mijn arm. Ja, op je arm. Ja, ja. Ja, dat is mooi. Dat was binnen 2 weken na de geboorte. Ja. Ja. En toen werd het Opa Appelpop. En gebleven. En dat is altijd zo gebleven. En het leuke is dat we bij Appelpop een groep opa's hebben. Die hebben dus allemaal dit shirt aan. Die zijn er altijd. Rijpe appels smaken beter. Ja, nou is toch ook zo. Ja. En ja, die hele ploeg die is er tijdens het opbouwen en het afbreken. En ja, die steken daar verschrikkelijk veel tijd in. Dat is, dat zijn ook de hardste werkers, zeg ik altijd. Ja, ja. Want over wat voor ploeg mensen hebben we nu? Als dat is een man of 10. Die opa Appelpop zijn. Oh, oké. Dat is de oude garde. De hele ploeg opbouwers, dat is ongeveer een man of 80. Die dus gewoon 14 dagen vrij nemen om Appelpop te doen. Opbouwen, achter de bar staan, afbreken. En ja, in feite ben je daar natuurlijk ontzettend trots op. Ja, ja, want hoe voelt dat nou als jij daar doorheen loopt? Als dat spektakel weer gaande is? Als opa. Ja? Ja, want iedereen noemt je ook opa. Trots dat opa. Het is niet meer van, hey Adrie, of wat dan ook. Het is puur, hey opa, hoe is het? En daar ben je dus gewoon trots op dat je dus met een heel klein ploegje daar begonnen bent. Met een man of 4, 5. Wat eigenlijk zo ontzettend gegroeid is. Waar je nooit een illusie in hebt gehad dat zou kunnen gebeuren. Ik denk als je het had willen doen, dat het niet eens zo gegaan was. Ik denk niet dat je dat had kunnen mogen willen. Het verhaal is gewoon dat je enorm geholpen wordt door alle vrijwilligers. Wat bij de een niet lukt, heeft een ander een oplossing voor. Ja, de vrijwilligers zijn bij mij absoluut heilig. Die zijn voor mij vaak nog belangrijker als publiek. Ja. En nou is Appelpop, ik denk, een heel groot gedeelte van jouw dagelijkse bestaan? Nee, niet meer. Nee? Nee, ik heb sinds 1997 5 rugoperaties gehad. Dus het hele actieve is er een beetje af. Wat ik nog doe, dat is zorg dat er iedere dag de vleeswaren komen. Ik zorg ervoor dat er iedere dag fruit is. En jij zorgt vooral voor die vrijwilligers? Ja, nou ja, goed, in feite wel. Ja, ja.
die vrijwilligers zijn heilig. Ja, ja, uiteraard. En die faciliteer jij op die manier? Ik probeer daar zoveel mogelijk dingen voor te doen. Maar het hele verhaal is zo groot dat je hebt een eigen vrijwilligersondersteuningsteam. Dat noemen wij het FORT. Daar lopen een stel schatten, dat kun je niet voorstellen. En die staan echt dag en nacht klaar voor de vrijwilligers. We hebben een hele andere koppel, wat dus weer met het begin van Appelpop, als de rest van de vrijwilligers komen, van die 550 man en vrouwen en meiden en jongens, die daar gewoon bars gaan draaien, de munten doen, alle voorkomende dingen die er zijn moeten. Ja, dat is natuurlijk mega. Dat is een enorme organisatie. Die organisatie is zo groot. Ja. En ik kan mij daar in feite niet meer mee bemoeien en druk om maken. Speelt jouw vrouw hier ook een rol in? Mijn vrouw is een van de steunpilaren van het hele verhaal. Die is altijd al backstage geweest, dus in het VIP-gedeelte. En heeft daarin altijd gedaan wat ze wil. Dat is of bar draaien, of gastvrouw zijn, of... Kijk, zij heeft natuurlijk één voordeel. Zij kent vanaf het begin alle sponsors. Ja, die zijn natuurlijk ontzettend belangrijk. De sponsors is na de vrijwilligers het belangrijkste wat er voor Appelpop is. Ja, ja. De omzet is gewoon goed. Uit de omzet worden de bands van het jaar erop betaald. En de sponsors moeten de rest meebrengen. En wij hebben inderdaad sponsors van het eerste uur. Die zijn er nog altijd. Die zijn er gelukkig nog steeds. Ja, maar dat zegt wel wat, hè? Ja, maar dat is ook een aparte familie. Kijk, de vrijwilligers is een familie op zich. Maar de sponsors, wij doen ook altijd sponsoravonden. De sponsors zijn ook een familie. Als je weet dat wij met de laatste sponsoravond zowat 200 man binnen hadden. Ja, dat is enorm. Die echt geïnteresseerd zijn in Appelpop. Als je me kijkt naar de presentatie van de bands van Appelpop afgelopen juli, was dat geloof ik. En hoeveel volk of daar is. Dat de bovenzaal van de beurs echt stampvol zit. Daar kun je alleen maar aan zien dat iedereen geïnteresseerd is in hetgeen wat die jongens allemaal doen. En ik vind het fantastisch wat ze allemaal doen. Ja, jouw hart klopt voor Appelpop. Dat is heel duidelijk. Ja, nog steeds. Ja, nog steeds. Jij blijft gewoon hier lekker mee doorgaan. Ik blijf doorgaan zolang ik kan. En ik blijf doen wat ik kan en wat ik niet kan, ja, helaas. Ja, maar goed, je weet vooral de mogelijkheden te benutten dus. Ja, wat ik heel belangrijk vind, dat is gewoon goede verzorging van de vrijwilligers, fatsoenlijk eten en ja, dat ze plezier in de werk hebben. Kijk, iedereen weet zachtjes aan dat van de vrijwilligers, dat is pakweg 60% die al eerder geweest is. Die weten precies wat ze doen moeten. Dus je hoeft niet alles uit te leggen. Nee, nou dat is perfect. Maar deze Adrie die hier nu naast me zit, opa Appelpop, die heeft natuurlijk nog veel meer. Hè? En die heeft volgens mij weten heel veel mensen ook dingen niet van jou. Gelukkig niet. Nou, dat moet natuurlijk ook zo. Maar je hebt ook een privéleven. Ja, ja, ja. En in jouw privéleven gebeuren er ook dingen waar niemand wat verder mee te maken heeft. Kijk. Ik heb een zoon en die is 20 jaar weg geweest, gelukkig terug en blij mee. En dat vind ik dat het verhaal moet zijn. Ja, ja, maar dat is toch nu ultieme rijkdom voor jou, dat moet. Dat is zo goddelijk. Ja, ja. Dat gaat allemaal goed? Fantastisch. Ja? Ja, we hebben enorm goed contact. Ja, hij is chefkok in Scheveningen, dus hij zit ook niet naast de deur. Maar het gaat gewoon fantastisch goed en ik ben heel blij. Hij is weer terug bij zijn oude vrouw en ja, het is geen oude vrouw. Maar bij zijn vrouw eigenlijk. Bij zijn vrouw. Ja. En ik heb daar zoveel schrik van. Dat is echt genieten als je er ook bent. Ja, dat begrijp ik, dat begrijp ik. Dat maakt het allemaal net even wat mooier, hè? Ja. Ja, dat is precies hetzelfde verhaal van
hoe is het Corso begonnen, hoe is Appelpop begonnen. Meneer Bruggeman van het Corso, die kwam uit Twente. En deze jongen komt ook toevallig uit Twente. Dus je kan me recht zeggen, de wijzen kwamen uit het dorp. Nee, is dus zo. Dat zijn mensen die wel evenementen dus gewoon daadwerkelijk op de kaart hebben gezet. Wij, als niet-Tielenaren. Dat wij Twentenaren één voordeel hebben. Als wij iets zien wat wij kunnen, doen we het. Is dat typisch Betuwe, iets voor een Twentenaar? Ja, de Betuwe is vaak zo van, we kijken eerst de kat uit de boom. En als het wat voor ons is, stappen we erin. Okay. En Twentenaren zijn gewoon zo, je ziet mogelijkheden of je ziet ze niet. En daar ga je mee verder. Ja? Is er nog iets typisch Twents aan jou? Ik spreek Twents. Oeh. Ik kan nog steeds verschrikkelijk plat praten. Ja. En ik rijd dus ook nog voor Krol. En dat is dan een heel leuk verhaal. Ik moest een week of 8 terug mensen wegbrengen naar Apeldoorn, Hengelo en Zeddam. En dan kom je bij, hoe heet dat daar? Apeldoorn? Nee. Hier in Tiel, dat was de bruiloft. Wat vroeger de Hamsebrug was. Ja. En ja, dan kom je binnen en dan zeg je in plat van, ja, wie wilde met me met? En dan krijg je gelijk als antwoord, oh wie gaat wel met? Wie wil? Echt op zijn Twents. En dan denk je van, ja, zo kan het ook. En dat is dus wat Twentenaren zijn. Heel open, heel gezellig en aanpakken wat je kunt. Ja, nou, je zit het uitgesproken voorbeeld naast me. Ga lekker nog door met al die goede dingen. En mag ik jou danken voor dit gesprek? Dat mag. Graag gedaan.